Een neuropsycholoog, Reginelle Ellekom, vindt het daarom van belang dat meer aandacht wordt besteed aan de interne factoren die de overheid hebben bij het besluit tot zelfdoding. Een individu maakt keuzen op basis van zijn of haar persoonlijk draaiboek, een term die hij omschrijft als iets dat ontstaat vanaf de kinderjaren van een individu, afhankelijk van dat wat de persoon leert en meemaakt. Iemand zal volgens hem tot die daad overgaan op basis van zijn of haar persoonlijk draaiboek. De opties die ze dan heeft in haar draaiboek hangt af van de opvoeding die ze gehad heeft, haar religieuze achtergrond, sociale structuren, familie, waarden en normen. En dan komt ze tot een besluit, oké, dit is wat ik kan doen. En vaak wat je hebt, dus van al die externe structuren die de persoon dan tot zich genomen heeft en daarvan een draaiboek heeft ontwikkeld, gaat de persoon een keuze maken. En dus daarom kun je de vraag stellen, waarom besluit één persoon om dan zeg maar zelfmoord te plegen en de andere persoon niet? Wel, we zouden kunnen zeggen, ondanks het feit dat we niet precies weten wat er gebeurt in het brein, we hebben een idee, want we kunnen de gedachten niet lezen. Maar als we dus terug gaan en kijken naar wat heeft deze persoon zo meegemaakt, dan blijkt dat er ergens in de ervaring van die persoon, de persoon die optie om de hand aan zichzelf te slaan heeft meegenomen. Ellekom zegt dat er in Suriname geen statistieken zijn waarbij gekeken wordt naar de interne componenten van zelfmoordgevallen. Hij meent dat er veel aandacht wordt besteed aan de externe factoren. Ellekom stelt dat er niets gedaan kan worden met het persoonlijk draaiboek, omdat die het individu toebehoort. Echter kan het draaiboek wel beïnvloed worden. Wat we zouden moeten doen is op een gegeven moment wat onderzoek moeten doen om te zien in hoeverre gezinnen, de opvoeding binnen het gezin, de sociale normen en waarden, de religieuze normen en waarden die we met ons meedragen, hoe die bijdragen aan dat draaiboek en in hoeverre die optie van suïcide misschien gefaciliteerd wordt door sommige van die externe situaties die dan geïnternaliseerd worden. Ellekom vindt voorlichting goed als externe factor, omdat dit de persoon in kwestie in de gelegenheid stelt om andere mogelijkheden mee te nemen in zijn of haar draaiboek. Het volledige gesprek met klinisch en forensisch neuropsycholoog Ellekom kunt u morgen terugzien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9:00 's avonds.